Hey, welkom bij BSNet. Leuk dat jullie er weer zijn. En ik heb hier weer een nieuwe creepypasta voor jullie. Dit keer een hele bekende en een hele populaire. Ik zou zeggen, ga heerlijk ontspannen. En geniet lekker van deze creepypasta. Dit is het verhaal van Ikbar Biggelstein. Toen ik een klein kind was ik doodsbang voor het donker. Dat ben ik nog steeds. Maar toen ik ongeveer 6 jaar oud was, kon ik niet slapen in de avond en nacht zonder te huilen. Een van mijn ouders moest altijd onder het bed en in de kledingkast kijken of daar niet een of ander monster zou zitten te wachten die mij zou willen opeten. Zelfs met een nachtlampje zou ik nog steeds donkere vormen rond de hoeken van de kamer zien bewegen of vreemde gezichten die vanuit mijn slaapkamerraam naar me kijken. Mijn ouders zouden hun best doen om me te troosten door me te vertellen dat het gewoon een nare droom of een trucje van het licht was. Maar in mijn jonge geest was ik er zeker van dat zodra ik in slaap viel, de slechte dingen me zouden pakken. Meestal verstopte ik me gewoon onder de dekens, totdat ik moe genoeg werd om me geen zorgen meer te maken. Maar af en toe raakte ik zo in paniek dat ik schreeuwend de kamer van mijn ouders binnenliep en daarbij mijn broer en zus wakker maakte. Na zo'n beproeving zou er op geen enkele manier iemand een volledige nachtrust krijgen. Uiteindelijk, na een bijzonder traumatiserende nacht, hadden mijn ouders er genoeg van. Helaas voor hem begrepen ze de zinloosheid om te argumenteren met een 6-jarige en wisten ze dat ze me niet zouden kunnen overtuigen om me door reden en logica van kinderlijke angsten te ontdoen. Ze moesten slim zijn. Het was het idee van mijn moeder om een kleine bedvriend voor mij te maken. Ze verzamelde een groot assortiment willekeurige stukken stof en via haar naaimachine creëerde ze wat ik later de heer Ikbar Biggelstein zou noemen, of kortweg Ik. Ik was een sokmonster, zoals mijn moeder hem noemde. Hij is gemaakt om me te beschermen, terwijl ik 's nachts sliep door alle andere monsters weg te denken. Hij was verdomd griezelig, dat moest ik toegeven. Eerlijk gezegd, als ik er nu op terugkijk, ben ik nog steeds onder de indruk dat mijn moeder zoiets vreemds en verontrustends kon bedenken. Ikbar had het aan elkaar genijde uiterlijk van een Frankenstein-kwelgeest met grote witte knoopogen en slappe kattenoren. Zijn armpjes en beentjes waren gemaakt van een paar zwart-wit gestreepte sokken van mijn zus en de helft van zijn groene gezicht was gemaakt van een van de hoge voetbalsokken van mijn broer. Zijn hoofd had kunnen worden omschreven als bolvormig en voor zijn mond bevestigde mijn moeder een stuk witte stof en naaide in een zigzagpatroon om een brede grijns van scherpe tanden te vormen. Ik hield meteen van hem. Vanaf dat moment liet Ikbar mij nooit in de steek. Zolang het natuurlijk maar naar zonsondergang was. Ikbar hield niet van de zon en zou van streek raken als ik met hem naar school zou gaan. Maar dat was oké. Ik had hem alleen 's nachts nodig om de boeman te weren en daar was hij goed in. Dus elke avond voor het slapen gaan vertelde Ikbar me waar de monster zich verstopte en ik plaatste hem in de buurt van het gedeelte van mijn kamer dat het dichtst bij de griezeligheid lag. Als er iets in de kast zat, zou Ikbar de deur blokkeren. Als er een donker wezen aan mijn raam krapte, zou Ikbar bij het raam worden gezet. Als er een groot harig beest onder mijn bed lag, ging hij onder het bed. Soms waren de monsters niet eens in mijn kamer. Soms verstopten ze zich in mijn dromen en Ikbar moest met me mee in mijn nachtmerries. Het was leuk om Ikbar in mijn droomwereld te brengen. Aangezien hij en ik uren zouden doorbrengen met het bestrijden van geesten en demonen. Het beste was dat Ikbar in mijn dromen echt met me kon praten. Hoeveel hou je
zou hij vragen. Meer dan wat dan ook. Ik zou het hem altijd vertellen. Op een nacht, in een droom, nadat ik mijn eerste tand had verloren, vroeg ik Barmer om een gunst. Mag ik je tand? Ik vroeg hem waarom. Om me te helpen de slechte dingen te doden, zei hij. De volgende ochtend, bij het ontbijt, vroeg mijn moeder me waar mijn tand gebleven was. Van wat ze me vertelde, vond de tandenvee het niet onder mijn kussen. Toen ik haar vertelde dat ik het aan Iqbar had gegeven, haalde ze haar schouders op en ging ze terug om mijn kleine zusje te voeden. Vanaf dat moment, elke keer dat ik een tand verloor, gaf ik hem aan Ik. Hij bedankte me natuurlijk altijd en vertelde me dat hij van me hield. Maar uiteindelijk had ik geen melktanden meer en begon ik een beetje te oud te worden om nog steeds met poppen te spelen. Dus Iqbar zat daar maar op mijn boekenplank stof te verzamelen, langzaam weg van mijn aandacht. In de loop van de tijd werden de nachtmerries echter erger dan ooit. Zo erg dat ze me zelfs begonnen te volgen naar de wakende wereld. Ze lieten mij schrikken vanuit elke donkere hoek of gritsel in de struiken. Na een bijzonder slechte nacht naar huis te fietsen vanuit het huis van een vriend vandaan, waar ik zweerde dat een stel hondsdolle honden me achtervolgde, kwam ik thuis dat iets vreemds in mijn kamer op stond te wachten. Daar, op mijn bed, volledig rechtop staand in de zachte gloed van het maanlicht vanuit mijn raam, stond Iqbar. Eerst dacht ik gewoon dat mijn ogen me weer voor de gek hielden. Ze waren daar geweest, de hele avond al, dus probeerde ik de lichten aan te doen. Nog een klik van de lichtschakelaar, dan nog één. En nog één, zonder verandering in de duisternis. Op dat moment werd ik nerveus. Ik liep langzaam achteruit naar de deur achter me. Mijn ogen lieten nooit de vorm van Iqbar's silhouet achter. Mijn hand, onhandig uitgestrekt, richtend naar de deurknop. Ik stond op het punt om zo snel mogelijk hier vandaan te komen, toen ik de deur hoorde dichtslaan, waardoor ik in duisternis opgesloten zat. In niets dan schaduwen en stilte stond ik bevroren op zijn plaats, zelfs niet ademend. Hoe lang kan ik niet zeggen, maar na wat voelde als een leven van koude angst, hoorde ik de schelle, vertrouwde stem. Je bent gestopt met te voeden, dus waarom zou ik je beschermen? Beschermen voor wat? Ik zal het je laten zien. Ik knipperde één keer en alles veranderde. Ik was niet meer in mijn slaapkamer. Ik was ergens anders. Het was geen hel, maar de vergelijking was niet ver weg. Het was een soort bos, een vreselijke, nachtmerrieachtige plek, waar gedeeltelijke embryonale abortussen aan het bladerdak hingen en de grond krioelde van vleesetende insecten. Een dikke mist zweefde door de lucht en daarmee de stank van rottend vlees, terwijl de bliksemschichten door de nachtelijke hemel flitsten. In de verte hoorde ik de pijnlijke kreten van iets dat niet helemaal menselijk was. Mijn hoofd bonkte alsof het op het punt stond te exploderen. De pijn dwingt een rivier van tranen. In gedachten hoorde ik zijn stem weer. Dit is wat jouw realiteit zou worden zonder mij. Ik voelde de aarde trillen. Voetstappen komen snel dichterbij. Ik ben de enige die het kan stoppen.
Het zat nu achter me. Enorm en boos. Hete adem over mijn rug. Ik werd wakker voordat ik me kon omdraaien. De volgende dag viel ik de kast van mijn ouders binnen voor de melktanden van mijn broer en gaf ze allemaal aan Iqbar. Bijna onmiddellijk hielden de nachtelijke paniekaanvallen op. En ik was min of meer in staat mijn normale leven voor te zetten. Van tijd tot tijd zou ik de kamer van mijn kleine zusje moeten binnensluipen en wegnemen wat bedoeld was voor de tandenvee. Of een van de katten uit de buurt wurgen en de scherpe kleine snijtanden eruit wrikken. Alles om de visioenen af te weren. Alles van een haaientandketting tot een holte brede biekenspiede. Ik begon ook op te merken dat Iqbar door mijn kamer zou bewegen wanneer ik voor langere tijd zou vertrekken, mijn spullen zou herschikken en extra gordijnen zou ophangen. Op de een of andere manier begon hij er zelfs levens echter uit te zien. In het juiste licht zouden zijn tanden glinsteren en hij voelde warm aan. Hoezeer hij me ook heeft gekweld, ik kon niet de moed verzamelen om hem gewoon te vernietigen, omdat ik heel goed wist waar dat mij zou achterlaten. Dus ging ik door met het verzamelen van tanden voor Iqbar tijdens de hele middelbare school en universiteit. Hoe ouder ik werd, hoe meer dingen ik zou leren te vrezen, hoe meer tanden Iqbar nodig zou hebben om me te beschermen. Ik ben nu 22 jaar oud, met een goede baan, mijn eigen appartement en een kunstgebit. Het is bijna een maand geleden sinds X laatste maaltijd en de gruwelen beginnen zich weer om me heen te verdringen. Ik heb vanavond na het werk een omweg gemaakt door een parkeergarage. Ik vond een man die aan het friemelen was met zijn autosleutels. Zijn tanden waren geel gekleurd door een leven lang sigaretten en koffie. Nog steeds moest ik een hamer gebruiken om de kiezen eruit te halen. Toen ik terugkwam in mijn appartement, wachtte hij op mij. Aan het plafond, in de hoek. Twee witte ogen en mond van scheermessen. Hoeveel hou je van mij? Vraagt hij. Meer dan wat dan ook. Antwoord ik en trek mijn jas uit. Meer dan wat dan ook ter wereld. Dit is het einde van deze creepypasta. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat even een reactie achter van wat jullie hiervan vonden. Heb je hier dus van genoten? Laat het ons dan even weten. Wil je dat wij meer creepypastas gaan maken? Like en abonneer. Dit motiveert ons om nog meer creepypastas te maken. En je kunt ons ook volgen via Twitter en Instagram. Hieronder in de omschrijving. Ik zou nu zeggen, tot de volgende keer en tot de volgende creepypasta. En later.